die zijn in drie kleuren opgedeeld. In rood, in het wit en in het blauw. De kleuren van de Franse vlag. En zou je haar als een symbool kunnen zien voor Frankrijk? En ja, zou het kunnen gaan over zijn liefde voor zijn land? Ja, en dan liefdes zijn of zo in dat opzicht. Je wordt, als kijker ga je ook die vrouw als object, dus krijg je ook eigenlijk ook weer automatisch een soort van afstand. Het gaat nooit zo, je moet wel allebei enorm poëtisch ingesteld zijn en er helemaal voor gaan, maar ik heb nog nooit zo met een meisje in bed gelegen. Dus dat maakt het heel theatraal, waardoor je er eigenlijk ook met afstand naar gaat kijken. Dus gewoon het hele televisieprogramma aan het regisseren was. En dus hoe ging vertellen hoe de cameraman hem moest filmen en waar ze het over moesten hebben. Maar dat zie je bij meer regisseurs, bij Fellini ook. Op het begin werkte hij samen met een scriptschrijver. Die zijn script schreef en dan werd het vertaald op de set, maar later... These little 8mm video recorders and stuff come around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. And you know, suddenly, one day, some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed. Dat een miljoen publiek kan bereiken. Dat zijn de YouTube-hits die we allemaal kennen. En, het is ook een stilstaande shot. Hij moet even bepalen wanneer je in of uit het kader bent. Maar dat kunnen we straks met de camera opstaan. Zit het ding erin? Ja, oké. Kijk. Ja, is goed. Ja, ja. Dat is een keer toch. Wat bij Godard vaak is, hij gebruikt zijn acteurs echt vaak als poppen, hè? Ja. Die verder niet heel veel zelf brengen. Dus je moet niet te veel vertrouwen op je acteurs. Dat je dus echt vurig voelt van ja, dit is goed. Nee, het andere. En op een gegeven moment ga jij dan zeggen. Nou, onze leerling Geert. Noem maar. Hij schrijft wel heel erg. Maar het lijkt mij het leukste eigenlijk dat hij uiteindelijk de choreografie. Zij zit. Als het nu straks begint.